echt te veel poedersuiker, hè, Memphis? Ja. Wacht even. En let's go. Wat is er? Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ga ik een wat ik op een dag eet video filmen in vlogstijl. Ik ben net wakker, de jongens zijn ook net wakker, liggen daar op de bank. Want het is een vrijdag. En ik ga nu eerst met mijn ontbijt beginnen. Hier thee met sojamelk en agave. En mijn favorite wrap van de Kruidvat. Ik had nog niet verteld dat ik nu op de 1700 calorieën zit. Dus vandaag zie je alles wat ik eet wanneer ik dus zoveel eet. En ik ga vandaag even sporten. Dus ja. Wacht even. Kijk eens. Nee. Ontdraaien. Nee. Ontdraaien. Nee. Nee. Nee! Komt te laaien. Hi mevrouw. Van het goede leven. De goede leven. Ik ga nog even een broodje nemen voordat ik naar de gym ga. Dit is mijn broodje. Oké, ik ben nu klaar om te gaan sporten. Ik heb mijn sportkleren aan. Het zonnetje schijnt. Ik ga op de fiets. Ja, ik ga op de fiets, ja. En let's go. Ik moet ook nog een paar boodschapjes halen, dus dat doe ik ook meteen daarna. Dus het wordt even een lange cardio dag vandaag voor mij. In de gym begin ik meestal gewoon lekker met kont te activeren. Dus dat we wat gaan doen vandaag. Dus wat ik dan doe is op lager gewicht de hip thrust. Hiervoor heb ik al een warming-up gedaan. En ja, ik moet zeggen, ik word er steeds beter in. Want ik begon echt met 2,5 kilo en ik zit nu op de 70 kilo. Dus I am pretty proud of myself. Wel 70 kilo dat ik maar max 4 keer kan. Maar het lukt me. Dus wel, I'm proud. En deze voel je echt zo goed in je kont. En ik voel hem nu tegenwoordig alleen in mijn kont. Dus niet in mijn benen. Want ik had voorheen al gezegd in mijn andere video dat ik echt niet wil dat mijn benen groter worden. Ik wil echt dat alleen mijn kont groter wordt. Ik heb nu 10, 20, 30 kilo en ik ga er denk ik nog 2 keer 10 op doen. Normaal doe ik 12, 10, 8, 6 en soms nog 4 op z'n allerzwaarst. Maar ik voel dat mijn spieren een beetje zuur zijn. Dus ik ga nu, nu heb ik 30, doe ik 30, 50. En dat is dan gewoon 2 keer het gewicht verdubbelen voor de hip thrust. Oh, ben ik kapot. Ik heb nu mijn band om. Want ik merk toch als je je band omdoet, dan neem je veel meer kont mee. Dus deze. Is echt veel fijner. En dit is echt mijn holy grail als je echt fucking spierpijn in je kont wil hebben. Dat deze is echt zo goed. Want je neemt het binnenstuk mee en de zijkant ook mee. En het is echt, echt een lekkere workout. En gek genoeg voel ik deze ook niet heel erg in mijn benen. Echt weer meer in mijn kont. En als derde oefening wilde ik jullie deze even laten zien. Want deze is ook echt heel erg ziek voor je reet. Ja, zoals je ziet heb ik mijn benen bij elkaar. Net als een kikker. En dan pip ik hem omhoog, zeg maar, mijn heup. En die is ook mega goed. Helemaal kapot. Ik ga het even mijn shakeje maken. Nee, dit is een mannetje. Because I'm hungry. Beetjes met kokosmelk doen. Nog een keer shaken. Zo, die. All I wanna do. All I wanna do. Is nu bijna 12 uur en ik heb echt freaking honger. Ik heb net echt alles gegeven wat ik kon geven in de gym. Dus ik ga nu mijn smoothie maken. Ik heb kokosmelk met 1 schepje proteïne en een banaan. Het is wel. Die ga ik nu eerst even opeten. Of opdrinken en daarna ga ik pannenkoeken maken. Maar eerst even wat energie bij tanken. Want ik ben helemaal gesloopt. Echt? Oh, je moet even alles in mijn app gaan zetten. Dus ik ga het nu even scannen. Dan zijn dit de voedingswaarden en dan zit ik op 373 calorieën. Voor tussendoor. Whey protein is wat heftiger. Toen ik aan het afvallen was, toen had ik 120 of zo was het max. Of 115, weet ik niet. En nu 200 om toch aan mijn calorieën te komen. Ik had in mijn vorige video verteld dat ik het echt lastig vind om zoveel te eten. Dus dan doe ik het maar door middel van smoothies en noten eten.
En daar zitten goed veel calorieën in. Oh, ben je al gesloopt. Yes, ik ben klaar en het ziet er echt super lekker uit. Het is wel echt een match in heaven is, want chocola en kokosnoot, coconut, kokossmaak. Oh my god, vind ik sowieso lekker. So let's drink this. Mm. Hij is nog lekkerder met kokosmelk. Oh, dit lijkt echt op een milkshake gewoon. Mm. Oké, ik heb een nieuwe favoriet. Dat is deze met kokosmelk. Het is nu bijna 1 uur. En ik ga zoals je ziet mijn pannenkoekjes maken. Ik heb super veel zin in pannenkoeken met blauwe bessen. Dus die ga ik nu maken. Super lekker, super yummy. Super veel cravings naar. Dus super delicious, baby. Wenkbrauw omhoog. Lukt me niet. Yes, sir. Zo pretty. Kijk nou. Loving you is easy cause you're beautiful. A toopy toopy doo doo. Na 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 na. Na 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 na. What? No! En deze pannenkoekjes zijn trouwens echt lekker met geschaafde amandelen. Gezaafde amandelen haal ik altijd bij de Lidl. Zijn ze echt vet goedkoop. En je hebt een heel zakje. Echt super handig. Met agave siroop eroverheen. En you are ready. Deze pancakes waren echt de shit. Echt super lekker. Echt lekker. Kan je niet over ophouden. Het is dus echt te veel poedersuiker, hè, Memphis? Ja. Ja. Ik doe in de vinger. Nu gaan we het eens proeven. Ja. Ik. Ja. Ik heb ahorn. Nee, ik had agave. Heb ik al. Echt lekker, hè? Wauw. Ik heb het zelf verzonnen, dit recept. Smaakt naar marsepein. Oh my god. Zou ik een e-book maken met de recepten alleen? Maar dit is echt... Er komt serieus geen einde aan. Oh my god. Zo, ik ga nu even mijn theetje drinken. Want die heb ik net gemaakt. Dat is dus altijd mijn probleem. Ik heb nu even mijn telefoon erbij pakken eerst. Niet zoveel calorieën wat ik moet hebben. Ik zit nu op de... Ik heb al 970 calorieën gegeten voor vandaag. Dat betekent dat ik nog heel veel moet eten. Avondeten komt er dan wel bij. En nog vanavond kwark. En dan vul ik het aan met noten de rest van de calorieën tot aan de 17. Want anders... Ja, I don't know hoe ik dat anders moet doen. Dieet was dacht ik alleen maar... Oh, ik ben zo blij als ik meer kan eten. Nu kan ik meer eten en nu... Mijn eetlust weg. Hoe dan? Mijn middageten, dus de pannenkoekjes, die waren 336 calorieën in totaal. En misschien dat ik daar nog even een volkoren schuitje neem met kaas. Oh, dat ga ik nu wel doen. Want ik heb eigenlijk best wel weer trek. Dat ga ik doen. Ik heb nu mijn beschuitje met kaas en thee. En nu zit ik in totaal op de 1084. Buiten. Ik had vanavond zin in taco's en dat maak ik altijd dan met vegan gehakt. En het is echt super lekker. En ik had hier één taco met geroosterde kikkererwt uit de oven. Zo yummy. Dit was echt ook zo yummy weer. Ik zit nu echt dus super, super vol, hè. Ik heb dus in plaats van één zo'n taco shell, heb ik er twee genomen. Plus nog wat extra, hoe heet dat? Geroosterde kikkererwten. Dus ik zit echt nu chockvol.
mijn zoon naar bed brengen. Die had ik net al even een paracetamol weer gegeven, want die heeft de hele tijd last van zijn oor. Dus ik ben bang dat hij een oorontsteking heeft, maar dat weet ik niet zeker. Dan ga ik hem even in bed stoppen. Lekker met dat fix. Ik heb mezelf nog ook verbrand aan de oven. Kom! Oh, zo! Ja! Wat is er? Doei doei! Doei doei! Love you! Love you! Zo, het is tijd voor een kopje thee met sojamelk en agave. Mijn kont doet echt fucking pijn. Ik ga nu mijn thee drinken en daarna ga ik mijn yoghurt eten met aardbeien, blauwbessen, studentenhaver en rozijnen. Een soort hele grote maaltijd voor ik naar bed ga. Dus ik denk dat ik het zo meteen al eet en kan nog even verteren en dan ga ik daarna slapen. Tijd om nog wat meer proteïne erin te gooien. Dus ik heb hier magere kwark en die top ik dan met blauwe besjes, aardbeidjes en ik doe een beetje slimpiesiroop, want anders vind ik het niet zo lekker. Sorry, ik weet slimpiesiroop niet zo heel erg goed, maar ja, ik vind het wel lekker. En een doosje rozijnen van de jongens. Dit is mijn laatste snack voor vanavond. Lekker een volle bak met yoghurt en fruit en noten en alles erin. Ik ga nu dit even lekker opeten. Vond je het een leuke video? Vergeet geen dik vet duim omhoog te geven en te abonneren. Doe je door hier of hier te klikken. Een van de twee. En dan zie ik jullie dinsdag weer bij een nieuwe weekvlog. Slaap lekker. Love you. En... I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't help it. I'm falling for you. And I can't quit.